Het Surinaamse Rode Kruis, SRK, heeft in het kader van het project Caribbean Zika Vector Control Prevention and Response een meeting gehouden met belanghebbenden. Het project is erop gericht bewustzijn te creëren onder voornamelijk zwangere vrouwen, kinderen en ouderen over het Zika-virus. Dit moet ertoe leiden dat de blootstelling van gemeenschappen aan het besmet raken met dit virus dusdanig geminimaliseerd wordt. Sylvia Jacobi, gezondheidsofficer van het SRK, zegt dat de boodschap hetzelfde blijft wanneer het op de besmetting met het Zika, dengue of chikungunya virus aankomt, namelijk houd je omgeving schoon. De muskiet is de een en dezelfde muskiet die verschillende ziektes overbrengt, waarbij we de mensen dus dan willen leren hoe je omgeving schoon te houden en hoe het te voorkomen. Dus nee, er is geen Zika opkomst, ik heb geen cijfers daarover. Kunnen we zeggen dat het mosterd na de maaltijd is? Nee, kijk, nu is er heel veel mensen hebben griep en dergelijke. En drinkdressiwaktisiki kan nooit mosterd na de maaltijd zijn, omdat je nooit weet wat er kan gebeuren. En straks hebben we de regentijd en water weer dat gaat zitten en dergelijke. Dus you better be ready. En de informatie gaat niet alleen zijn over Zika. Maar ik zei het al, het project heet Zika, omdat toentertijd ze daarmee zijn gestart. En het kan ook een andere ziekte tackelen, een dengue en whatever. Het zijn dezelfde dingen die je gaat moeten doen om ze te voorkomen. Jacobi zegt verder dat het nodig is met de verschillende belanghebbenden van gedachten te wisselen. Het is ook van belang dat deze groep mensen de rest van de samenleving informeert. We hebben verschillende mensen, bijvoorbeeld openbaar groen. Zij zijn verantwoordelijk voor vuil ophalen en dergelijke in de gemeenschap. Dus samen met hun willen we nagaan, nadat we onderzoek gaan doen in de gemeenschap van misschien moet er een extra dag komen, misschien hebben de mensen grof vuil, hoe kunnen we een plan opzetten dat dat opgehaald wordt. Weet toch, soms hebben we van die dingen op ons achterherf, een gebroken tv, noem maar op, een ijskast dat je niet meer gebruikt. Maar het zijn allemaal broedplaatsen voor de muskieten. BOG is er als de organisatie in Suriname die andere verantwoordelijk is voor de publieke gezondheidszorg. Dus je kan hun niet uitsluiten. De DC's die zijn ook hier vertegenwoordigd, omdat je samen met hun in hun gebied gaat kijken wat je kan doen. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook Stubula, die is Latour ook een van de gebieden is dat gekozen is. Zij werken in de gemeenschap, zij kennen de gemeenschap, ze kennen de mensen al. Dus dan ook met ze kijken van de activiteiten die jullie uitvoeren. Hoe kunnen wij samen met jullie dit probleem aanpakken? Sylvia Jacobi, health officer van het Surinaamse Rode Kruis. Zij sprak vanmorgen tijdens een stakeholders meeting over het project Caribbean Zika Vector Control Prevention and Response, dat binnenkort uitgevoerd zal worden.